Welkom bij de Educated Drug Dealer-podcast. Ik ben Ellen Kajekok, apothekersassistent en auteur van het boek Educated Drug Dealer. Heb je altijd al eens willen weten hoe het achter de schermen gaat in deze bijzondere wereld? Of wil je misschien weten hoe het is om legaal drugs te dealen? Ik geef je een kijkje achter de balie en in dit deel van mijn leven. Deze aflevering wil ik graag even iets anders aanpakken, een klein uitstapje. Er zit um, in mij zoveel energie en daar moet ik iets mee. En dat moet naar buiten allemaal creativiteit. Ik heb er in 2019 mijn missie van gemaakt om meer mensen een kijkje te geven achter de balie, in de apotheek, maar ook in de huisartspraktijk. En uh, met deze podcast, ja, die geeft mij veel het gevoel van samenwerken aan de zichtbaarheid van zorgverleners en aan het bouwen van een online community. Om op de social media kanalen zijn we natuurlijk erg zichtbaar en ook via LinkedIn ben ik zichtbaar. En al deze kanalen die kan je vinden in een lijstje via ellensocial.nl/socials. En um, hier deel ik verhalen van mezelf, um, columns, uh, verhalen van collega's. En hier probeer ik ook te laten zien wat ik belangrijk vind. En we hebben ook een paar groepen. Um, nou, die zijn dan niet voor patiënten, maar wel voor collega's. Dus uh, met apothekersassistenten of doktersassistenten. En daar um, delen we onderling veel zaken in. En die groepen zijn er vooral om elkaar te helpen. En hier plaatsen we ook elke vrijdag vacatures uh, op Vacature Vrijdag. En um, die kun je vinden via Facebook en LinkedIn. Maar nu even terug naar de podcast. Ik was vanmorgen helemaal sprakeloos. Um, Inmiddels zijn we de 5000 luisteraars gepasseerd op Spotify. Um, wat natuurlijk super gaaf is. En met veel verbazing keek ik naar de eerste cijfers vanmorgen. Want nou, ik ben nog geen maand bezig, dus hoe kan dat? Denk ik dan meteen. En um, dat heb ik eigenlijk allemaal aan jullie te danken. Want uh, jullie nemen de tijd om te luisteren en uh, om de podcast te delen. Of om het door te sturen. En het leukste vind ik nog wel um, ja, dat stukjes van collega's. Uh, die in de podcast, de stukjes van collega's die in de podcast zitten, die meedoen. Dus um, nou, super tof dat jullie dat willen doen. En het is best een drempel waar je even overheen moet. Maar ik denk dat het heel leuk is om zelf te horen wat je gemaakt hebt. En um, niet alles zit altijd mee. Het gaat uh, nou ja, nog niet zo goed met uh, de beoordelingen. Dus uh, als je luistert via Spotify, wil je dan ook even een beoordeling achterlaten. Of als je luistert via YouTube bijvoorbeeld. Of een ander kanaal, laat even een like achter of een reactie. Nou ja, um, dat wilde ik nog even meegeven. Verder ben ik heel erg dankbaar. Eerst wist ik helemaal niet hoe het werkte en heb ik van alles lopen proberen. En uh, heb ik me zo'n bram achter de piano gezet om het intro muziekje te maken. Dus je hoort hem elke podcast spelen in het intro en het outro zoals ze dat noemen. En dat um, nou, gaat best wel goed met mijn missie, eigenlijk, vind ik. Meer mensen een kijkje geven achter de balie. Ik zie dat mijn boeken nog steeds um, in trek zijn. Vooral in december merkte ik dat ook heel erg. En um, deze podcast loopt nu al beter dan ik had verwacht. Want ik reken op ongeveer 100 mensen. Nou ja, daar zijn we inmiddels ver overheen. En ik weet dat er ook veel um, collega's luisteren. Dat vind ik altijd wel een beetje spannend. Want um, ja, je wilt altijd goed doen. En iedereen denk, denkt. Uh, Overal anders over, ook in ons vak. Maar het brengt juist uh, discussie, en um, daarvan worden we ook alleen maar beter en kunnen we elkaar weer andere inzichten bieden. Dus um, toen de eerste aflevering live ging, was het wel echt heel erg spannend. Ja, um, niet zo spannend als, als met mijn boek, maar um, ja, ik zat wel eventjes uh, te shaken. En nadat ik hem dus live had laten gaan, aan het einde van 2023, um, toen nou ja, dacht ik van de, de reacties. Wat zijn de reacties? En het was eigenlijk heel erg stil. En misschien uh, komt het omdat ik hem net voor de kerstvakantie online heb gehoord. Want dan heb je nog niet echt veel tijd om te luisteren. En misschien vonden mensen er ook wel echt niks aan. Dat kan natuurlijk ook. Um, maar het is ja, heel lullig als je zelf uh, in iets gelooft. En nou ja, je weet dus niet of anderen dat ook doen. Um, maar ja, uit ervaring weet ik wel. Dat dit soort dingen niet over één nacht ijs gaan. En ondernemen. Dat gaat met vallen en opstaan. Je moet iets leren. Je moet doorpakken. Ook als het die lukt, lukt. En je moet ook hulp vragen. Dus daarom uh, vraag ik jullie ook steeds om hulp om iets te delen. Want als jullie het delen, uh, nou ja, dan helpt het om ook de missie te ondersteunen. Om mensen, meer mensen een kijkje achter de balen te geven. Want uh, door het delen van die podcast ja, kunnen we dat samen doen. Uh, nog iets heel anders. En deze podcast is er niet alleen om mijn verhaal te delen. Maar ook om. Uh, voor jou om gehoord te worden. Dus maak iets mee waarvan je denkt. nou, dat moeten anderen ook horen. Neem dan even contact op. via de contactpagina van mijn website. Um, via WhatsApp kan je dat ook doen. Als je dat uh, fijn vindt. En je mag ook iets inspreken via WhatsApp. Nou, mijn nummer staat wel op de website. Ik wil het heel graag horen. Dus ik ben uh, ja, benieuwd wat jullie daarvan vinden. Nou, nog iets anders. Uh, Grappigs, leuks. Um, ik heb uh, een lijstje gemaakt en uh, in dat lijstje zitten allemaal muzieknummers. Dus het is niet een lijstje met, uh, met podcast. Het is een lijstje op Spotify en dat is de Educated Drug Dealer Playlist. Ik zit nu even op Spotify in te loggen, daarom praat ik in één keer zo langzaam. Ik wil eventjes een paar nummers daaruit noemen, natuurlijk. Gaan natuurlijk weer niet altijd zoals je dat wil op zo'n moment. En um, dus die Educated Drug Dealer playlist, daar zitten allemaal nummers in uh, van Ed Sheeran, uh, van Guns N' Roses, nou, Green Day, Marilyn Manson, noem maar op. Best wel bekende, bekende artiesten, dus The Weeknd, The Beatles, Eminem, allemaal nummers waar iets van drugs in voorkomt. Het leek me wel grappig om, uh, om daar een lijstje van te verzamelen. Het is niet zo dat ik uh, deze nummers als favoriete nummers heb. Maar het uh, past wel bij het thema Educated the Dealer. en dan de playlist. Er uh, zaten nu ongeveer 42 uh, dingetjes in, nummers in. En, en het is ongeveer 2 uur en 45 minuten een afspeellijstje. Maar suggesties zijn natuurlijk ook altijd welkom. Ik, ik ben eventjes een beginnetje aan het maken, dus het zal nog wel wat langer worden. Maar als apotheker of apothekersassistent of um, doktersassistent moet je natuurlijk uh, als je de podcast luistert deze playlist wel eens even een keer openen. Dus gewoon voor de fun, voor de lol, voor, voor de grap. Um, nou, die muziek die brengt me bij het volgende onderwerp hoofdstuk 15. Het gaat over poeders vouwen. Nou, doet me denken aan mijn bereidingstijd. Uh, dus uh, de tijd dat we geneesmiddelen maakten. En uh, ik ga dan terug in de apotheek waar ik mijn uh, tweede opleidingsjaar stage liep. Dat was een erg uh, grote ruimte waar ik kon bereiden, midden in de apotheek. En het was heerlijk om de radio aan te zetten en te werken. Ik weet nog uh, dat ik met andere stagiaires ook uh, samenwerkte. Dus ik liep niet alleen stage, maar er was nog een stagiaire. En daar heb ik nu nog wel contact mee. Dus ook wel heel grappig eigenlijk. En um, nou ja, als je daar alleen bent, dan is muziek best wel um, een welkome factor, want muziek ontspant heel erg, uh, kan mij ook helpen te concentreren, behalve als ik aan het schrijven ben of zoals nu, als ik een podcast aan het opnemen ben. Ik denk ook helemaal niet dat het mag in een podcast muziek laten horen van andere mensen. En um, nou, muziek kan ook alles aangenamer worden. Uh, wachten bijvoorbeeld. Nou ja, aangenamer moet wel aangenaam zijn, want uh, ja, muziek is natuurlijk voor iedereen anders. Iedere persoon heeft een andere voorkeur. Mijn muziek smaakt trouwens heel breed. Dus ik heb ook, uh, ik heb ook een eigen uh, top 2000 lijstje online staan. Ellen Kruijzen top 2000. Op Spotify als je het leuk vindt om te volgen of om te weten wat ik een beetje luister. Maar uh, nu terug naar één uh, kort hoofdstukje nog voor deze podcast. En die lees ik even uit het boek aan jullie voor. Poedersvouwen. Ik leerde weer iets nieuws vandaag. Mocht ik poedersvouwen voor een patiënt. Ik kreeg het recept van Babette en las collodium maken en poedersvouwen. Poedersvouwen had ik tijdens mijn vorige stage al gedaan, maar ik had geen idee wat een collodium voorstelde. Op school had ik nog nooit iemand hierover gehoord. Ook nu kreeg ik de mogelijkheid en de tijd om dat eerst even uit te gaan zoeken. In het FNA, het Formularium der Nederlandse Apothekers, ging ik op zoek naar de juiste voorschriften. En de werkwijze mocht ik opzoeken in LNA, het laboratorium voor Nederlandse apothekers. Dat zijn procedures. Alleen de juiste ingrediënten ontbraken nog. Het bleek dat we niets in huis hadden. We plaatsten een bestelling bij de groothanden en er werd mij gevraagd om dit door te geven aan de patiënt. Nadat de patiënt van het collodium was geïnformeerd, las ik het andere recept: een poeder vouwen. <laughs> ik vond het zo'n onzin. Waarom slikte iemand niet gewoon pillen? Nu moest ik elke dosis als lospoeder gaan wegen in een papiertje doen en vouwen. Ik vroeg mijn collega's of zij wisten wat de reden van deze toedieningsvorm was. Het bleek voor een man met de chronische hik. Nou, kun je het je voorstellen? Hij kon door deze aandoening geen pillen slikken en kreeg alleen vloeibaar voedsel. Zijn vrouw doet de poeders door de vla. Ik ging aan de slag. Elke weging moest gecontroleerd worden door een apothekersassistent. 270 keer wegen, 270 keer controleren, 270 keer poeders vouwen. Zo kon meneer voor drie maanden weer tegen. Een heel bijzonder recept. Vond je deze podcast leuk? Dan zou ik het heel gaaf vinden als je deze podcast wilt volgen. Of misschien een review wil geven via de podcast stream waarbij jij luistert. Ik heb altijd leuke weggevers in mijn webshop staan die je gratis kunt downloaden. Voor als je meer wil, kun je ook blogs lezen op mijn website www.ellensocial.nl. En uh, je kunt ook op de hoogte blijven van mijn blogs en aanmelden voor mijn wekelijkse nieuwsbrief. En um, die is heel verschillend. Um, je kunt namelijk kiezen voor apotheek of doktersassistent, maar ook voor uh, Ellen. En als je op Ellen klikt, krijg je al mijn blogs. Um, nou, ik hoop. Um, dat ik mensen enthousiast kan maken over het werk in de apotheek. Dat ik patiënten kan helpen. En dat ik mijn collega's kan helpen door een kijkje te geven achter de schermen. En um, tot de volgende aflevering.